Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe... Jij bent vegan, toch? Ja. Moet je dan B12 bijslikken? Nou, daar wil ik echt net een video over gaan maken. Oh, nou dat is heel fijn om te horen. Oh, veel plezier met kijken, jongens. En vergeet de like natuurlijk niet. En te abonneren op mijn kanaal @colgains. Welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Timo en in deze video ga ik alles uitleggen over vitamine B12. Waar komt het vandaan? Waarom komen er tekorten? En zou jij als vegan B12 bij moeten slikken? Welkom op mijn kanaal @colgains, het kanaal voor jou als vegan liefhebbende... Welkom op mijn kanaal @colgains, het kanaal voor jou als fitness liefhebbende vegan. Op mijn kanaal vind je alle video's die jij nodig hebt om jouw lichaamsdoelen te behalen, om veganisme zo beter op de kaart te zetten met een gezond en gespierd en laag vetpercentage lichaam. Of tenminste een gezond vetpercentage lichaam. Dus laten we gelijk beginnen over alles over vitamine B12 en of jij B12 zou bij moeten slikken. Dus waar is vitamine B12 nou belangrijk voor? Waar gebruikt je lichaam het voor en waar is het essentieel voor? Om te beginnen, het is heel erg belangrijk voor de opname van ijzer. En ijzer komt weer voor hele andere belangrijke processen in jouw lichaam zijn. Is ijzer heel erg belangrijk? En daarom is vitamine B12 dus belangrijk, zodat jij inderdaad voldoende ijzer kan opnemen. Ook is B12 erg belangrijk voor de transportatie van zuurstof in jouw lichaam. En het is ook nog eens belangrijk voor DNA-synthese, oftewel het maken van nieuwe DNA, het repliceren van DNA. En dat brengt ons ook gelijk naar de klachten die je krijgt als je een tekort hebt aan vitamine B12. Dat is namelijk bleekheid, licht in je hoofd, moe of vermoeid zijn en weinig eetlust. Dat kunnen klachten zijn als je een vitamine B12 tekort hebt. Maar het hoeft dus ook zeker niet te betekenen als jij een van deze klachten hebt dat je een vitamine B12 tekort hebt. Want heel vaak als iemand zich eventjes niet een tijdje niet goed voelt, als vegan zijnde bijvoorbeeld, misschien heb je dat zelf een keer meegemaakt, dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zullen zeggen van... Oh, dat komt omdat je een B12 tekort hebt. Jij bent vegan toch? Jij bent vegan. Ja, dan heb je denk ik een B12 tekort. En ja, je bent vegan toch? Ja, dan heb ik denk ik als ik zo... Mijn mening mag uiten naar jou toe, dan denk ik zo dat je een vitamine B12 tekort hebt, terwijl ik geen verstand heb van wat het nou eigenlijk is. Maar het wordt vaak verteld dat vitamine B12 tekort bij vegans voorkomen. Maar, leg mij dan dit uit. Waarom heeft 3-5% in Nederland een B12 tekort, terwijl niet 3-5% van Nederland vegan is? Dat is een hele goede vraag, Timo. Ja, dankjewel. Dat komt namelijk omdat er niet al te veel bronnen zijn van vitamine B12. Het wordt het meeste gevonden in dierlijke producten die onethisch zijn om te eten, aangezien wij geen dierlijke producten nodig hebben om gezond te zijn of om goed te presteren. En al het leed wat wij dieren dus aandoen om eten te worden, is immoreel, aangezien het niet nodig is. En het is te vinden in plantaardige varianten van dierlijke producten, dus plantenmelk, plantenkaas, planten... nutritional yeast, bijvoorbeeld edelgistvlokken, maar ook vleesopvolgers, daar wordt B12 aan toegevoegd, net zoals het voer bij dieren, maar daar komen we straks op terug. En als je daar dus niet genoeg van eet, dan kan het ontstaan dat je een vitamine B12 tekort krijgt. Dit gebeurt pas na jarenlang vitamine B12 tekort krijgen in je eten, aangezien jouw lichaam heeft reserves voor zo'n 3 jaar aan vitamine B12. Maar het tweede probleem kan ook dat je B12 niet goed zou kunnen opnemen. Dus dan zou je ook extra B12 nodig hebben. Maar nu weten we dus een beetje waar het belangrijk voor is dat we B12 krijgen. Nu weten we in wat voor soort voedingsmiddelen B12 zit. Maar hoe is vitamine B12 überhaupt eigenlijk gemaakt? Nou, dat is het derde punt wat ik wil bespreken. En dat is namelijk een hele grote misconceptie. Heel veel mensen denken namelijk dat vitamine B12 inderdaad door dieren wordt gemaakt, omdat alleen dierlijke producten, of in eerste instantie hadden we alleen maar dierlijke producten, vitamine B12. Dat is niet waar. Vitamine B12 wordt gemaakt door een bacterie die leeft in de grond en in het water. Maar aangezien wij geen groente meer eten, vers van het land, met nog grond eromheen, dus dat je stukjes grond ook mee eet, of wij drinken geen rivierwater meer, of uit de beekjes achter je huis, daar drink je geen water meer uit, gelukkig maar. Anders zouden we weer andere verschillende ziektes gaan krijgen. Maar omdat wij het water heel goed filteren, heel goed schoonmaken, chloor toevoegen, of voegen we chloor toe, volgens mij wel, onze groente en fruit supergoed wassen, wassen wij ook vitamine B12 en deze bacterie weg, waardoor wij dus
geen vitamine B12 op een natuurlijke wijze binnenkrijgen. Nou, de dieren die worden daarom ook gesupplementeerd met B12 in hun voer. Of ze krijgen inderdaad voldoende binnen omdat bijvoorbeeld koeien wel gras eten waar nog die bacteriën bij zitten. Dan komt het inderdaad in het dierlijke product terecht. Dan blijft dat nog steeds immoreel om die koe daardoor of daarvoor te vermoorden als er ook een goedkoop supplement voor is. Maar het is dus niet gemaakt door een dier, maar het is dus gemaakt door een bacterie. Dus of je krijgt het gesupplementeerd via het dier, wat een immorele weg is, of je supplementeert het dus via een klein pilletje wat helemaal vegan is en moreel verantwoord. Dus dat is de afweging die je zou moeten maken. Dus is het een goed idee om B12 inderdaad te supplementeren als vegan zijnde? Ja. Dat is het. Hoeveel precies? Volgens Michael Greger, een dokter, die zegt zelf dat je 2500 microgram per week zou moeten slikken aan vitamine B12. Dit kun je verdelen over de dag, dus 2500 delen door 7. Of zoals ik het zelf doe, ik heb een potje met pilletjes van 1000 microgram en daar neem ik er 3 van in de week. Dus dat doe ik op 3 momenten in de week, pak ik 1 pilletje. Dit is en een superkleine moeite, omdat het een superklein pilletje is die je heel eventjes moet slikken. En het is enorm, enorm goedkoop. Dus, eindstand, zou jij als vegan vitamine B12 bij moeten slikken? Het antwoord daarop is ja. Je zou dat gewoon het allerbeste kunnen doen. Aangezien wat we al hebben besproken, het is enorm belangrijk dat je voldoende vitamine B12 in je lichaam hebt. Voor al die belangrijke dingen in jouw lichaam, die belangrijke processen. Het transporteren van zuurstof door je bloed, DNA-synthese en opname van ijzer natuurlijk. En er zijn nog andere processen waar vitamine B12 belangrijk voor is. En zo voorkom je dus die langdurige klachten die je zou kunnen krijgen als je een vitamine B12 tekort zou houden. Dus ik hoop dat je iets aan deze video hebt gehad. Heb je nou iets aan deze video gehad, deel deze video met mede vegans en het liefst fitnessliefhebbende vegans. Aangezien mijn kanaal Ethical Gains draait om de fitnessliefhebbende vegan te helpen met hun lichaamsdoelen. Dus ik wil je mega bedanken voor het kijken. Druk op de like voor het algoritme. Reageer voor het algoritme. Ik vind het altijd leuk om met jullie in de reacties te praten en het doet het algoritme super goed. Abonneer op mijn kanaal Ethical Gains, zodat je de volgende video's ook niet mist. En dan zie ik je in de volgende video. Dus echt super bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Poppin' on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, oh, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow the day.